Vertel eens, wat is de Hercules-trofee voor jou? Een ongelooflijke belevenis. Geweldige organisatie, vind ik. En mensen die op de een of andere manier toch proberen van hun grenzen te verleggen. En dat is altijd leuk. En als dat dan goed omkaderd is en mensen amuseren zich, ja, dan denk ik dat ze een fantastische belevenis gaan hebben. Ja, jij hebt altijd in teamverband gespeeld, op het hoogste niveau. Nu, bedrijven kunnen jou winnen dit jaar als coach. Wat zoek jij als coach in een bedrijf? Wel, ik denk dat een goede coach vooral een goede sfeer moet kunnen creëren om te presteren. Ik ben na mijn carrière als voetballer ook gedurende een tiental jaar trainer geweest, dus coach geweest. En mijn eerste opdracht vond ik, bestond er altijd in om van verschillende individuen een echt geheel te maken. En dat geheel zich dan kan focussen om een bepaald doel te bereiken. En ik denk dat een beetje het verhaal is van elke coach. Dat ze het beste moet bovenhalen uit ieder individu om dan als team tot hele goede prestaties te kunnen komen. Zit die winnaarsdrang er nog steeds in bij jou? Wil jij met jouw team echt voor die overwinning gaan? Wel, mijn vriendin zegt altijd, en dat is dan heel simpel, gelijk aan welk spelletje dat jij meedoet, wil je winnen. Dus ik denk dat er nooit gaat uitgaan, dat het ook bij de Hercules trofee zal de bedoeling zijn om uiteraard te winnen. Langs de andere kant denk ik dat het in dit geval toch wel ook heel belangrijk is dat je je vooral amuseert. En dat kan ik garanderen aan de teams. Als ze voor mij kiezen, dan gaan ze niet alleen, denk ik, meedoen voor de overwinning, maar ze gaan zich ook geweldig amuseren. Ja, die fun factor, die vinden we vooral 's avonds terug, hè? Omschrijf dat eens even. Wel, die fun factor inderdaad, 's avonds als de mensen een toch wel vermoeiende dag achter de rug hebben, dan gebeurt er van alles. Dan zijn er optreden, er is muziek, er is een fantastisch vuurwerk. En dan voel je ook dat de meeste mensen enerzijds wel blij zijn dat het gedaan is en dat ze even kunnen relaxen. Maar langs de andere kant vinden ze altijd ook dat ze een fantastische dag hebben beleefd. En dan die ontlading s'avonds, dat leidt dan tot een fantastisch feest altijd. Ik ben Leo van der Elst, ex-Rode Duivel. En ik denk, als je voor mij gaat kiezen, dat twee dingen gaat teweeg brengen. Eén, we gaan sowieso voor de overwinning gaan. En twee, we gaan een fantastische, leuke dag beleven. Dus niet twijfelen, gewoon voor Leo van der Elst kiezen.